Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo. Goedenavond en welkom bij Ajax TV Kick-off. Donderdagavond was het volop genieten in de Amsterdam Arena. Want in de eerste kwartfinale van de Europa League speelde Ajax oppermachtig. Tegenstander Schalke 04 kwam er nauwelijks aan te pas. En dus hebben de Amsterdammers een prima uitgangspositie voor de return van volgende week. Voor degenen die het gemist hebben, we gaan nagenieten en kijken naar de hoogtepunten. Een flitsend Ajax tegen Schalke 04. Younes. Goeie bal. Klaassen. Traoré voor het doel. Hier is de voorzet. Die gaat ook richting Bertrand Traoré. Van de Beek uit de tweede lijn. Fout van de keeper. Maar hij heeft hem in tweede instantie. Veerman. Moest ineens. Gecontroleerde trap van Van de Beek. Traoré. Ziyech. Kluivert gaat. Ziyech gaat aan de andere kant kijken. Blessure overigens bij Traoré. Die krabbelt nu overeind, maar is nog ver weg. Younes er tussendoor. En penalty. Strafschop voor Ajax. Na een voortreffelijke actie van Amin Younes legt de scheidsrechter uit Rusland de bal op de stip. Davy Klaassen achter de bal. Normaal natuurlijk Schöne de strafschoppen nemen bij Ajax. Klaassen miste in de Europa League tegen Panathinaikos in de groepsfase. Hoe gaat het nu? Raak! Zoals zo vaak opent Davy Klaassen de score. Geen enkele twijfel in deze strafschop. Zo doe je dat. 1-0 voor Ajax. Hoekschop Ziyech. Klaassen verlengt. En daar was bijna Davinson Sanchez. Van de Beek. Veerman, bal op de lat. Klaassen legt terug, maar dan uitverdedigd door Nastasic. Heuwe dus niet buitenspel. Caligiuri. Heuwe dus met de omhaal in de handen bij Onana. Het eerste schot tussen de palen van Schalke. En Ajax gaat wisselen aan het begin van de tweede helft. Matthijs de Ligt gaat dus in de ploeg komen. Klaassen. Traoré. Trekt de goede lijn door van de laatste weken. Kluivert goed. Klaassen 2-0. Davy Klaassen. Prachtige goal. Geweldige voorzet. En wat een vrijheid daar voor Klaassen die de bal iets achter zich krijgt. Maar wel de traptechniek heeft om het af te maken. Zo slordig hier weer. En dus Traoré. Snel. Traoré voor 3-0. Maar van richting veranderd. En dus hoog over. Traoré begrijpt precies wat Ziyech wil. En omgekeerd. Klaassen. Ziyech. Younes had om kunnen draaien. Traoré zelf. Weer Veerman. Veel enthousiasme voor de komst van Huntelaar. Twee keer topscorer van Nederland als speler van Ajax. Hier komt misschien de mogelijkheid aan voor Schalke. In de korte hoek is het schot van Caligiuri. Ziyech, 4 tegen 4 als Ajax snel is. Younes. Keertje buitenom. En het schot in de korte hoek gaat net naast via de knie van Veerman. Ook nu Schalke wat aanvallender is gaan spelen, blijft Ajax gevaarlijker. Van de Beek. Oh, onderkant lat. Nog een keer. Dan zit het Donny van de Beek niet mee, zeg. Meteen goed klaargelegd. Om vol uit te halen met rechts. Afgelopen. 2-0 dus. En dat is een heerlijk resultaat voor Ajax.
Ik vind dat dit bij Ajax hoort. Ik vind dat Ajax initiatief hoort te nemen. Dat hebben ze vroeger altijd al gedaan. Ajax wilde bepalen. En nou ja, daar zijn we natuurlijk nu een heel seizoen mee bezig. En ja, dat zie je ook vandaag weer heel goed eruit komen. Vind je dan ook extra dat het op dit podium in een kwartfinale Europa League vanavond gebeurt? Dat is natuurlijk de vraag. Hè? Mensen vragen zich ook af. Hè, van, want ook in de voorbeschouwingen hoor je dan weer van... Ja, gaan ze niet naïef spelen? En kijk, hadden we in de laatste minuut nog een goal tegen gehad... hadden mensen het misschien weer naïef genoemd. Maar ik denk dat wij op deze manier kunnen spelen. We hebben bijna niks weggegeven. We hebben ontzettend veel gecreëerd. En je wint tegen een Bundesliga-club helemaal terecht met 2-0. Dus dan heb je het gewoon goed gedaan. Ik denk wij kunnen vandaag met meer doelpunten winnen. Dat is het enige wat wij... Ja, ons zelfs zeggen moeten. Dit is gewoon zo. Ik denk de man in de doel, Ralf Veerman, geweldig vandaag. Maar wij moeten gewoon meer scoren, denk ik. En dan wordt het ook makkelijker voor volgende week. Maar ik denk nu gewoon compliment aan het hele team. Hele stadion, hele club, hele supporters. Geweldig. Het druk zetten, dat zij er niet aankwamen. Zeker de eerste helft, begin tweede helft ook. En daar zat ik toch gewoon van te genieten. Af en toe stond ik achterin, maar meer hoefde ik niet te doen. Want de aanval en de middenvelders, die gaven zo goed druk dat je achterin gewoon weinig te doen had. We gaan daar volgende week naartoe. Ook dat zal een heksenketel worden. Helaas met meer mensen tegen ons dan voor ons. Dus dat gaat nog een hele tour worden om daadwerkelijk die halve finale te bereiken. Maar we hebben in ieder geval nu een uitstekende uitgangspositie. En de beste Duitser op het veld was? Amin Younes, toch? Denk je wel, ja. Vandaag wel, ja. Ik kan. Met nog Europees voetbal erbij is het een vol programma. Want komende zondag is alweer de volgende wedstrijd. Een van de vaste krachten van Peter Bos, Lasse Schöne, kwam tegen Schalke niet in actie vanwege een schorsing. Maar mag in de competitie wel weer gewoon meedoen. Wij spraken met hem over zijn beleving van Ajax-Schalke en over het treffen met Heerenveen van komende zondag. Als het aan Lasse Schöne ligt, gebeurt het niet meer. Op de tribune zitten terwijl zijn ploeggenoten het veld oplopen voor een belangrijk duel. Niet per se een fijn gevoel. Anders? Ik moet wel zeggen, ik was heel erg gespannen voor de wedstrijd. Ik heb het niet vaak meegemaakt, maar je merkt wel een hele andere spanning. Ik heb natuurlijk weinig zelf aan doen. Maar ik moet zeggen, na de eerste 10 minuten zat ik wel vrij rustig. Alles onder controle, snel een goal maken en de hele wedstrijd gedomineerd. Dus ik zou op zich wel prima rustig op de bank. Of op de tribune. Schöne moest dus toestaan dat Donny van de Beek zijn plek overnam. En na afloop had de Deen alleen maar lof voor zijn jonge teamgenoot. Ik denk dat hij een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. En, we hebben de wedstrijd onder controle gehad, weinig weggegeven, heel veel kansen gecreëerd. We moeten zelf nog een paar extra maken. Dus het stond gewoon goed. Dus ik vind dat hij gewoon een hele goede wedstrijd speelde. Ja, en de rest van het team. Ik denk dat iedereen die het gezien heeft, die heeft genoten. Jij ook? Ja, absoluut. Ik heb zeker genoten. Ik heb de blauwe shirtjes gisteren bijna niet aan de bal gezien. Dus ik vond ons goed spelen. En zoals ik zei, eigenlijk moeten we ons wat belonen met een goal of twee meer. Dan helemaal geweldig eruit gezien. Maar goed, 2-0 is ook een geweldig resultaat. Veel tijd om na te genieten hebben de Ajaxiden niet, want zondag komt Heerenveen op bezoek. En Schöne vindt het rappe tempo waarin wedstrijden elkaar opvolgen wel best. Dus waarom niet zo snel mogelijk weer de volgende wedstrijd? We zijn allemaal fit en er wordt goed getraind. Dus ik vind het wel fijn dat er snel weer een wedstrijd op de programma staat. Dus ik heb er wel weer zin in. Ja, en voor jou is één wedstrijd van de tribune kijkers ook wel genoeg, denk ik, of niet? Ja, klopt. Ja, die spanning dat is niet goed voor me, denk ik. Dus nee, zo snel mogelijk weer het veld op. Hoe benaderen jullie Heerenveen komende zondag? Nou, zoals alle andere wedstrijden. We gaan nog een spel spelen. En, dat zijn we goed in en dat doen we de laatste tijd gewoon heel erg goed. Weinig weggeven, veel kansen creëren. En dat gaan we ook tegen Heerenveen doen. Dus we moeten het zelf verbrengen als we de laatste wedstrijden hebben gedaan. En dan ben ik ook voor overtuigd dat we daar een goede wedstrijd gaan neerzetten en de 3 punten pakken. Met het feit dat elk duel vanaf nu cruciaal is, worden de wedstrijden niet anders benaderd dan anders. Persoonlijk doe ik hetzelfde of we nou een oefenwedstrijd spelen of we spelen in een Whippercup wedstrijd. Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik denk dat ook dat je gewoon hetzelfde moet blijven doen, dan laat je jezelf ook niet gek maken. Dus bereidt Schöne zich voor op Heerenveen zoals ze dat voor ieder ander duel doet. Toch is de tegenstander van een heel ander kaliber. Ja, Heerenveen is natuurlijk een team die op de moment wat moeilijk hebben. Een moeilijke fase. Ik vind wel een hele goede speler, goede selectie. Maar ze hebben op dit moment moeilijk. Maar goed, we moeten niet onderschatten. Zoals ik zei, ze hebben genoeg kwaliteit rondlopen. Dus dan moet scherp beginnen en dan,
kunnen goed onder druk zetten zoals de laatste tijd goed doen. En dan, dan winnen we de wedstrijd ook. Je voorspelde al dat, dat Feyenoord een tikkie zou krijgen van PEC Zwolle. Hoe zie jij dat zondag tegen FC Utrecht? Ja, goed van. Nou, Utrecht doet het uitstekend op dit moment. Feyenoord zijn wel heel goed thuis. Maar goed, ik heb een paar Deense jongens rondlopen bij Utrecht. Dus ik zou ze even opbellen en me even goed scherp houden. Maar ik heb wel alle vertrouwen in dat Utrecht daar ook gewoon heel goed gaat doen. En, ik ga van gelijkspelletje. Heerenveen thuis is dus komende zondag. Maar het hele paasweekend is gevuld met Ajax voetbal. Want hier op Sportpark De Toekomst vindt zaterdag, zondag en maandag de 8e editie van de ABN AMRO Future Cup plaats. Hey boys, elke meter voor elkaar. Boys, kom op, kom op. Alles nu maar weer, boys, kom op. Zo begon de Future Cup vorig jaar voor Ajax. En ook dit paasweekend zal de toekomst volstromen met jonge Europese talenten. In de 8e editie van het toernooi staat er namens Ajax een andere trainer met natuurlijk een andere groep. Begin van het seizoen is het een beetje een elftal wat jong is. Afgelopen jaar is dit wel een lichting wat een beetje in een achter de grote jongens aanliep. Voor de rest bestaat dit elftal uit veel eerstejaars B's. Dus we hebben een jong elftal. We hebben een paar talentvolle jongens daar ook bij lopen, tweedejaars. Een aantal jongens hebben zich prachtig ontwikkeld dit jaar. Maar we hebben ook nog twee tweedejaars C's. Dus we hebben ook nog jongens van 14 jaar erbij. Dus ja, het is een heel divers elftal met verschillende kwaliteiten, maar het is ook echt een team aan het worden. Een team wat wil strijden voor elkaar, een team wat veel kwaliteit herbergt. Je ziet heel veel spelers doorontwikkelen en een heel prettig team om mee te werken op dit moment. Een van die talenten is Jurgen Ekkelenkamp, die afgelopen dinsdag nog twee keer tegen Feyenoord scoorde. Hij denkt dat Ajax best hoge ogen kan gooien dit weekend. Goed team. We hebben gewoon veel strijd en we kunnen ook gewoon goed voetballen met elkaar. En ik hoop dat we hem gewoon winnen. Ajax is ingedeeld bij het Japanse J-League, een grote onbekende, Juventus en Benfica. En tegen de Portugezen heeft Ekkelenkamp al eerder gespeeld. Ja, 2 jaar geleden in de finale. Helaas 2-1 verloren. Altijd moeilijke tegenstander. Ja. Wat maakt hen sterk? Ja, het is een team die veel samenwerkt, veel duelkracht. En ook spelers met hun eigen actie. Teamgenoot Sven Botman houdt zich nog niet al te veel bezig met de komende tegenstanders. We hebben videoanalist, dus ik denk dat die wel wat beelden kan krijgen. Maar voor de rest moet je gewoon sowieso focussen op alleen de wedstrijd. Je moet er niet echt instellen op tegenstanders, spelen ons eigen spel. Dus we moeten gewoon, het belangrijkste is dat we ons eigen spel spelen. En dan kunnen we denk ik wel veel tegenstanders aan. Botman was vorig jaar de gevierde man tijdens de Future Cup, omdat hij in de allerlaatste seconde zijn ploeg naar de halve finales wist te koppen. Die ervaring deelt hij nu graag met zijn huidige teamgenoten. Ik heb wel een paar jongens die vroegen aan mij van hoe was het dan vorig jaar. Dus ik had vorig jaar een goal tegen Arsenal. Die was wel belangrijk. Dus wat er gebeurde toen ik die had gescoord, dus dat is wel leuk om te vertellen aan die jongens. En die vinden het ook leuk om te horen, dus die kunnen dat dit jaar misschien meemaken. Ja, het gevoel is zo onbeschrijfelijk. Het is echt toptoernooi. In dit toptoernooi gaat Ajax onder 17 voor niets minder dan de eindwinst. En daarvoor halen Botman en zijn teamgenoten alles uit de kast. We hebben één toernooi per jaar. Dus het is ook een thuistoernooi, dus we willen wel aan iedereen laten zien dat wij gewoon niet de baas zijn. De ABN AMRO Future Cup is dit weekend geheel te volgen op Fox Sports. En daar is natuurlijk ook speelronde 31 van de Eredivisie te zien. Zaterdagavond om 19:15 moet PSV op bezoek bij ADO Den Haag. Zondag nog 4 wedstrijden, waarbij alle ogen eerst natuurlijk gericht zullen zijn op Feyenoord-Utrecht. En daarna om 19:45 Ajax thuis tegen Heerenveen. Beide te zien op Fox Sports 1. Ontknoping in de Eredivisie komt steeds dichterbij, met nog maar 4 wedstrijden te gaan. Laten we hopen op wederom een mooi weekend voor Ajax. Zoals gewoonlijk sluiten we af met mooie momenten uit eerdere ontmoetingen met Heerenveen hier in Amsterdam. En graag tot volgende week. Goeie 1-2, Son, Mitea. En daar is het doelpunt. Nou ja, zeker. Die is er helemaal vrij. Mido weer. En nu hangt hij voor de kopbal in de lange hoek. Huntelaar gaat scoren en maakt hem. Mooie actie van Kiesta. De Zeeuw. En schitterend afgemaakt.
Babel, prachtige actie van Babel en 2-0. Suarez legt hem goed neer en dit is een fantastisch doelpunt. El Hamdoui. Toby Alderwereld goed geraakt. Geweldig geraakt, Toby Alderwereld. Rijkaard, Liedmanen, dit moet hem dan zijn. Rijkaard en het is hem. Helemaal uitgespeeld door het hart van de Heerenveense defensie. Michel laat lopen, krijgt dan wel terug. Prachtige aanval en een mooie goal. En daar klopte werkelijk alles aan deze aanval. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo.